Aan de wereldkampioenen sprint, de eerste Chinese die een wereldtitel in de schaatsport zal halen. Het is op zijn minst waarschijnlijk. Zhao Baoye heeft een geweldige marge na 3 afstanden. Ze mag ruim 1,5 seconde verspelen op Blair, die tweede staat. En 2,17 ruim op Christa Luding, die derde staat en haar tegenstander is in deze rit. J heeft indruk gemaakt, vijfde op de eerste 500 meter, winnares op de 1000 meter gisteren met overmacht. Eerder vanmiddag tweede op de 500 meter. En nu gaat ze ook weer snel van start. 19.16 voor J, de snelste 200 meter tijd tot nu toe. Ongelooflijk veel kracht die die Chinees op het ijs legt. En het verval wat ze gisteren op de 1000 meter had omgerekend naar haar 500 meter was bijzonder klein. 2 keer haar 500 meter tijd van gisteren plus slechts 1/14 van een seconde leverde haar 1000 meter tijd op. En dat is uniek. 600 meter voor J, 50.62. En ook nu is ze nog de snelste. Christa Luding-Rosenburger probeert het nog op alle mogelijke manieren. Maar gaat naar die laatste buitenbocht en zal ongetwijfeld J onderdoor zien komen. Daar komt de Chinese op weg naar de wereldtitel. Dat kan bijna niet missen. Snelste tijd voorlopig 1:25.43 van Angela Houk. En hier is Zhao Baoye 1:25.15. Ook nu is ze weer de snelste voorlopig in 26:56. Is de teleurstellende zesde plaats voorlopig voor Christa Luding, die daarmee geen winst boekt in het klassement. Integendeel, nog moet vrezen voor het handhaven van die derde positie. Maar Zhao Baoye is zonder enige twijfel, we moeten nog even de rit van Blair afwachten, de nieuwe wereldkampioenensprint. En zij heeft er recht op. Zij is over 4 afstanden gerekend absoluut de sterkste. En de Chinese vlag kan derhalve met ere worden getoond. Terwijl ik kijk naar de eerste 10 van de uitslag van de 1000 meter, vertel ik u daarbij dat Aafti niet eens de beste Nederlandse was. Want 11e werd Herman Meijer, 12e Christine Aaftink, 14e Sandra Voetelink en 15e Anita Loorbach. Allemaal op royale achterstand op Zhao Baoye, Bayer, Houk en Garbrecht. En die uitslag van de 1000 meter leidt er uiteindelijk tot het volgende eindklassement. Zhao Baoye uit China is niet te kloppen dit weekend. Zij was met een vijfde, een eerste, een tweede en weer een eerste plaats ongenaakbaar. Zij is wereldkampioen. Bonnie Blair pakt het zilver en het brons gaat naar Christa Luding. De Duitse meiden doen het toch goed. Monique Garbrecht vierde, Anke Bayer vijfde, Angela Houk zesde. En de Nederlandse prestaties teleurstellend.